ben Fabio. En ik ben William. We zijn nu, maar we gaan nu het orkestje kijken. Van hier, bij Filemon. En wat vind je ervan, William? Ik ben heel, ik wil dat echt kijken. Ik ben, ja, ik misschien dat kunnen we al jullie een beetje... Vandaag ga ik jullie sommige vragen stellen. Ik kan beginnen. Hoe noemen jullie? Haroun. Juliano. Jordan. Jordan, oké. Okay. Hoe lang doe je dat al? Hoeveel jaar doe je dat? Ongeveer 4 jaar of zo. Ja, ongeveer 4 jaar. 4 of 5 jaar. Oké. Okay. En hoeveel keer doen jullie dat per week? 2 keer. 2 keer? Ja, dus iedereen doet dat 2 keer? Ja. Ah, oké. Okay. En waarom willen jullie dat doen? Ik ben op de fanfakiet gegaan omdat mijn broer deed dat eerst. En dan vond ik dat interessant en dan ben ik ook gegaan. Ik ben op fanfakiet gegaan want mijn broer deed dat en ik moest niks doen in mijn huis. Dus dan ben ik op fanfakiet gegaan. Ah, okay. Dus dat is... Dat was alles en ja, jullie mogen terug daar gaan. Dag! Dus, hoe noemen jullie? Mijn naam is Naomi. Wat is jouw naam eigenlijk? Fabio. En ik ben Neil. Wat doen jullie exact eigenlijk? Wat ik doe hier of wat ik doe van werk? Een beetje twee. Ik werk voor de Brusselse minister Pascal Smet, die daar onder andere centjes geeft aan Filemon om hun werking te kunnen mogelijk maken. En dat brengt mij ineens hier, omdat ik vind dat Filemon heel belangrijk werk doet. En dat jullie dus, dat willen we graag komen ondersteunen. En vandaag zijn we daarom hier om onze steun te tonen. En waarom wil je, William, Filemon helpen? Omdat we denken dat hij iets heel goed doet voor heel veel kinderen en jongeren. En dat hij heel veel films tot bij het publiek krijgt, tot bij iedereen. En jij? Wel, ik werk op de jeugddienst. Dus wij zorgen dat alle jeugdorganisaties in Brussel, dat die... centen krijgen, dat die advies krijgen, dat die ondersteund worden. En een van die organisaties is Filemon. En daarom ben ik hier om te kijken wat jullie doen, hoe dat jullie allemaal interviews doen, hoe dat de jury werkt, hoe dat die ambassadeurs werken. En daarom ben ik hier. En ben je blij want, van wat heel Filemon doet? Ik vind het heel fijn om... Ik kwam hier daarnet binnen en hier waren percussionisten bezig, maar ik zag ook direct een aantal mensen met groene en rode micro's. Dus dat vond ik wel heel fijn. En het is gewoon een hele leuke sfeer, vind ik. En hoe lang doen jullie dat, Filemon helpen? We doen dat al heel lang via projecten, maar het is eigenlijk nog pas in januari dat het echt startte dat Filemon gewoon vast geld gaat krijgen om hun werking uit te bouwen. Dus eigenlijk... Pas binnen 2 maanden gaan ze echt een officiële jeugdpartner zijn voor ons in Brussel. En waarom januari en niet vroeger of later? Dat zijn procedures en regeltjes. Dat moet je aan hem vragen. Ik doe dat al heel lang. Ik denk dat Filemon al bestond op het moment dat ik bij de jeugddienst begon. Dus dat is, ik ben er 13 jaar en Filemon is 15 jaar. Dus zij zijn er al langer dan ik. En we gaan dat hopelijk nog heel lang doen. De huidige... overeenkomst die start, zoals Naomi zei, in januari. En die loopt tot in 2025, dus dat is toch al een hele lange tijd. En ik denk dat het een heel belangrijk signaal is voor al die kinderen en jongeren die van voor of achter Filemon werken. Oké, het was alles. Dank u. Dank u wel. Dag. Nu gaan we mensen van hier interviewen, want we zijn terug hier. En dus we gaan nu mensen interviewen. Jullie mogen komen. Hallo, dus we gaan jullie sommige vragen stellen. Hoe noemen jullie? Ik ben Lucas. Mos. Lina. Oké,
Wat verwachten jullie van de film? Wat denken jullie dat gaat gebeuren? Geen idee. Nee, echt? Geen idee. Ja, ik ook geen idee. Oké, dus dat is een klein... Dat is, jullie gaan het weten. En doen jullie ook Filemon dus? Nee. Ja. Ja. En vinden jullie dat leuk? Ja, heel leuk. Ja. Ja, heel leuk. Wanneer Fabio, kom maar weg. Nee. Ik wil een superleuke film kijken. My name is Philip Jivek. Hello. Hello. The movie that you made, it was fantastic. I loved it. Thank you. And how long did it take to make the movie? It took around 1.5 years to make the whole movie, from the very beginning to the very end. And which character did you like the most? I guess this guy. Oh, he's I like cute. The most. Yeah. Because he was such a big character in the movie and he helped to everything, and yeah, he was the one that always came to smile and if everything was done. And I was just sitting on a sofa because it was raining outside, and there was an image in my head which was like a big huge gate with a fortress with a wall, and there was a small little guy in front of it which you could see at the very first scene in the movie. So that was the very first picture I imagined in my head. Yeah. And I was like, okay, let's make a story for this picture. So actually, it's a little bit like you because it was also raining there, no? Exactly. Yeah. It was reflecting the mood I had. Cool. So actually, the movie is about an image in your head, actually. It was the very, it was the start of the movie. Okay. Thank you.